wellicht de hoofd van de priester in de biechtstoel achter het houten raster had gesproken over goede werken en gebed als remedie tegen dood en duivel. Het snoot zijn neus, dat hoofd dus, en droeg die weesgegroetjes penitentie op. Wie kent dat woord nog? Ja, nou nog. Penitentie. Moet ik doen niet. Ze bad er 6. De eerste dagen na de biecht had ze onophoudelijk de goede werken nagestreefd. Maar het goede tierde net zo welig als het onkruid van de dagelijkse zonde. Het vertakte en vertakte zich zonder ooit tot rust te komen in de voldoening van een afgeronde taak. Van zware kosten, hè? Ja, dit is een beetje een zwaar begin. Lange zinnen. Net als het eeuwige poetsen, wassen, vloeren vegen van haar moeder. Kindje, loop me voor de voeten. Ga buiten spelen, alsjeblieft. Ik ga lekker door waar ik gebleven was. Ja. Wat is werkelijkheid? Vraagt Andrea aan haar vader. Wat doet die vader? Natuurlijk, hij zit de krant te lezen in de serre. Ze ziet benen, vingers en een half kale schedel. De zon schijnt op de ficus in de hoek en op zijn haren witte borstjes links en rechts. Berenoren. Werkelijkheid, bromt hij. Geritsel. Haar vader maakt een hoofdbeweging zijwaarts. De krant verplaatst zich. Het beweegt zich in zijn geheel in de richting van de tuindeuren. Dat is alles wat er is.